28-jarige Sherily Manhoef is gisteren onder grote belangstelling naar haar laatste rustplaats begeleid. De rouwdienst is gehouden op het terrein van Matagouri aan de Kwattaweg. De moeder en tante van Sherily hebben haar levensbeschrijving voorgelezen. Daarna vertrok de stoet richting de Sint-Elisabeth-school aan de Wulfingstraat, waar klasgenoten en leerkrachten een laatste groet brachten aan Sherily. Ze werd tenslotte ten grave gedragen op de RK-begraafplaats aan de Schietbaanweg. We brengen u enkele indrukken van de uitvaart.